Ja, dat is een supergevoel. Bas Verweijlen is weer terug in Os. En de bronzen medaille van Qatar hangt al bij de andere plakken. Door deze derde plaats en het zilver tijdens EK en WK staat Bas nu eerste op de wereldranglijst. Ik sta vier punten boven Pizzo, dus de wereldkampioen. En uh, ook nog een paar punten boven de nummer drie, de Duitser. En uh, de Europees kampioen, ja, nummer één van de wereld. Heeft nog nooit een Nederlander gestaan binnen, binnen de tegen Dus uh, ja, fantastisch. Bas Verwijler heeft tot nu toe een geweldig seizoen. Zoals gezegd, zilver bij EK en WK. En nu heeft hij zich dus ook definitief geplaatst voor Londen. Dat kost je gewoon een aantal jaar van je leven, die stress. Uh, ja, je leeft daarvoor, je, je, je doet er alles voor. En je hebt maar één doel, en dat is daar in Londen staan. En, en daar uh, ja, de beste prestatie van je leven neerzetten. Op de Spelen van Beijing in 2008 haalde Verwijler de kwartfinales. Maar dat was toen. En nu wil de schermer meer. Ja, denk over Londen, dat doe ik al uh, sinds ik uh, mijn ja, masker afzette in Peking, zeg maar. daar denk je elke dag aan. En mijn doel in Londen is heel duidelijk. Dat is gewoon goud. Piotr die won het WK en Fiedler, die Duitser die won het EK. Ja, die hebben al iets gewonnen. Die hebben een titel gewonnen en ik nog niet. En ik, ik wil dat zo graag. En ik train elke dag super hard voor. En ja, als dat in Londen zou gebeuren, dan, uh, ja, dan kan ik alleen maar van dromen.